En nu een heel, heel bijzonder moment. Want mijn mentcollega Filip Dazen hangt hier bijna elke avond de onnozelaar uit in Hit aan het Spit. Maar achter die zotte doos zit ook een warme papa, ben ik zeker. Filip, welkom met Kitana. Kitana, had je een heel goede morgen. Wat zeggen we tegen de mentkijkers, Kitana? Goedemorgen. Voilà. Kitana, hoe jong ben jij? 6 jaar. Uh-huh. Ja. Eerste leerjaar? Ja. Ja. En jij gaat binnenkort jouw eerste communie doen. Ja. Heb je al je kleren? Ja. Wat wordt het? Een roosfeest. Een roosfeest. Een rozenkleedje ook. Hè. En ook kledij ook? In, ja? Ja. Oh, toch. Maar eigenlijk moeten we nog niet verklappen, hè? Nee? Of wel? Jawel. Ah, ja. En zal je cadeautjes krijgen? Ja. Ja, wat wil je? Een pop dat kan slapen. Ah ja, dat heb je nog niet. Die blijven allemaal wakker nu, al jouw poppen. Ja. Ah zo, ja, Filip, zalig. Zalig, ze is inderdaad nog maar net, want ze moet dat even ontduiken. Ze is eigenlijk vorige week 7 jaar geworden, 2 weken terug. Dus op zo'n jonge leeftijd natuurlijk in een studio terechtkomen met camera's en met een presentator en met licht. En dat pakt natuurlijk wel een klein beetje op haar, maar ze stelt zich daar wel goed in. Ja. Maar het is altijd een wonder om ze aan het werk te zien. Jij weet dat ook, hè. Je hebt er zelf. Hè. Dus, Ja, maar ze straalt en ze heeft echt wel ogen zo van, hela, we gaan ervoor, hè. Ja, Kitana. De ogen van mama, denk ik. Is het waar? Ja. Ja? Zeg, en welke trekken van jou zitten in Kitana? Dat hoor ik vooral van de anderen, van de mensen, hè, die zeggen van het karakter van de papa is zo'n beetje het wilde erin, het vuur, de ambiancemaker. Of dat negatief of positief is, maar de mama zegt altijd, ze moet weer opvallen vandaag. Groot gelijk. Ja, voilà. Dus ja. Ze is wel altijd haantje de voorste en iedereen moet haar wel gezien hebben. Ja. Filip, neem ons eens mee, 10 jaar geleden. Ja? Toen was Kitana er nog niet, maar heb je een heel bijzonder nummer geschreven. Ja, in opdracht van een restaurant, mensen waar ik mee bevriend was, en nog altijd eigenlijk, die vroegen mij voor rond Moederdag een nummer op te nemen. Schrijf eens een liedje, of dat zo eenvoudig was. Hè. Schrijf eens een liedje, we moeten dat opnemen en zeg maar hoeveel dat kost. En we willen dat uitbrengen, zetten op cd en willen dat aan de klanten geven op Moederdag. Mm-hmm. De periode van Moederdag. Ja, ik dacht van oké, ja leuk, hè, maar ik liet dat zo'n beetje links liggen, want dat was moeilijk. En op een bepaald moment belden ze me op van, is dat al klaar? Ik dacht van, oei, binnen een paar weken is het zover. Dus ben ik een nummertje beginnen schrijven naar Peter Kereman geweest, die ook al hele producties voor jou heeft gedaan. Ja, hè? De man van Corina, het zangeres. Ja, inderdaad. Hebben we dat samen een beetje aan geknutseld en zo, ideeën bij elkaar gesprokkeld, tot voor haar geboren werd het nummer dat ik toen schreef in opdracht voor dat restaurant. En op een blauwe maandag ging ik met het demootje eigenlijk, of het afgewerkte product, naar het restaurant. En er was toevallig een meeting van 20-tal vrouwen, mm-hmm, met daarbij de baas in. Mm-hmm. En ik liet dat eigenlijk gewoon horen. En ik schrok eigenlijk van de reactie, want iedereen begon te huilen. Echt waar, te huilen. Ik dacht van, oei. Het raakte. Maar ja, mm-hmm, het raakte. Dus mijn nummer uitgebracht voor die mensen. Ze hebben dat meegekregen. En uiteindelijk is dat dan toch in een schuif terechtgekomen en daar liggen, ja, verdoren eigenlijk 10 jaar lang. Tot wanneer, 2 jaar terug, opeens Patrick van der Wattijn, onze manager van Swoop, zei van, goh, we hebben nog een nummer tekort voor op de cd. Mm-hmm. Waarom doe je niet die voor haar, die bij hem? Als stoeren ook, want hij zal nooit toegeven, hè, hij zal nooit een traantje laten, maar zo van, dat was wel blijven hangen. Zijn ma had ook al geweend met dat nummer. Zet het daar maar op, dat is een specialeke. En zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. De cd van Swoop staat bij ons vaak thuis op. En Kitana was het enige nummer dat zij telkens opnieuw opzette en begon mee te zingen. Is dat zo? Ja, ja. En waarom vindt hij dat zo'n mooi liedje? Omdat dat voor mijn mama is. Schoon, hè. Dus ik heb het toen eigenlijk geschreven voor mijn moeder. En ja, 10 jaar later natuurlijk kan zij het ook voor haar mama zingen, heb ik een stukje bijgeschreven, opnieuw naar Peter gegaan, Peter Kereman, om een nieuwe versie te maken, want die was al een beetje verouderd. En toen hij, toen hij hoorde wat het idee was om Kitana te laten meezingen, was haar eigen verzoek. Ze wou dat echt zingen. Ik dacht van, jongens, dat is te hoog gegrepen, je bent nog veel te jong en nog te klein, laat ons dat binnen een jaar of 10 doen of zo. Hè.
Toen zei hij van ja, gaat hij dat wel kunnen en zo. Maar hij stond versteld van de mogelijkheden die zij nu al heeft. Ze is inderdaad nog maar 7, maar het klinkt wel. We gaan kijken, Filip. Je hebt echt wel. Ja, we gaan kijken. Voor haar van Filip Daase en Kitana. Alle moeders van de wereld wil ik zingen, luister goed. Met de woorden van je kinderen en dank voor alles wat je doet. Jouw liefde eindeloos, zo eerlijk, een bron van warmte telkens weer. Te weinig woorden om te zeggen hoeveel ik om mijn moeder geef. Voor haar zing ik de liefde uit. Voor haar, uniek en zo apart. Ze gaf mijn leven, mijn ziel en mijn kracht. Ze is zo teder, zo zorgzaam en zo zacht. Voor alle kinderen van de wereld wil ik zingen, luister goed. Voor de liefde voor uw moeder, dan voor alles wat. Heb je zelf een lieve moeder? Ja, ma is mijn mimim. Ze kleuren elke dag ons leven, ook al zit het soms niet mee. Voor haar zing ik de liefde uit mijn hart. Voor haar, uniek en zo apart. Ze gaf mijn leven. Ze is zo teder, zo zorgzaam en zo zacht. Had u een zakdoek nodig? Niet meer dan normaal. Filip, echt waar, heel mooi. En Kitana natuurlijk ook. Heel mooi liedje voor haar. Ja, oh, mooi. Je hebt ons allemaal gepakt, hè. Ja, het is wel beklijvend. Het is geen wereldstuk, maar het is overal waar we het brengen, op de show van 11 jaar Swoop of later op een familiefeestje, eigenlijk zet je het beter niet op, want het grijpt naar de keel. Zeker. En dat komt door dat kinderstemmetje daarbij komt. En ik heb het aan veel mensen gevraagd van, zou ik dat wel doen, jongens? En dat is zo totaal naast Swoop. En ze gaan misschien zeggen, je hebt dat kind geforceerd en zo. Maar dat is absoluut niet waar. Het is heel spontaan gekomen en het nummer is ook heel spontaan. Ben jij een emotionele jongen, Filip? Ja. Veel mensen weten dat van mij niet. Maar dat gebeurt wel eens dat ik in een hoekje ga kruipen en dan ik even mezelf bij elkaar moet nemen en zeggen van, kom aan, we moeten er weer even tegenaan. Ik ben veel emotioneler dan veel mensen denken. Misschien is mijn gekdoenerij wel een klein scherm rond de persoon die ik diep van binnen ben, die ook, zoals iedereen, zijn probleempjes heeft. Zoals iedereen moet zorgen dat het goed gaat met het gezin. En die ook heel veel werkt en ook heel veel tegenkomt. Positieve en negatieve dingen. Dus je draagt het allemaal mee, je probeert dat te dragen. Ook de negatieve dingen. En ik ben iemand die me dat gauw aantrekt. En ik heb al het gevoel gehad de laatste 10 jaar
dat het gewoon te lang blijft hangen bij mij. Ik moet dat meer van me kunnen afzetten. Zo meer van m'en foutiste, zo. Maar dat gaat niet. Dus ja, en zeker als je... Ik voel ook dat... Ja, Kitana is nu 7, maar de laatste 7 jaar word ik steeds rustiger en rustiger. En zijn zoals de dingen bij Ment of mijn optredens uitlaatkleppen om nog eens het zot te kunnen uithangen, zoals in uw inleiding. Heel tof. Ja, en Kitana, jij mag nu je papa met de bende van Swoop aankondigen. Cantare Pepe, holala. Jij mag dat doen, daar in die camera. Ja. Camera 2, die staat klaar voor jou, daar. En jij mag je papa aankondigen. Ja. Dames en heren, doe dames maar hoor. Dames en heren, nu komt Swoop met doe maar, doe maar, doe maar. Daar, daar. Dames en heren. Hier komt Swoop. Hier komen Swoop en Philippe. Hey. Voilà. Me vinden in de late night bar. Te veel gesopen en totaal in de war. Waar is het koud en eenzaam in mijn hart? En voor mijn ogen ziet het zwart. We dromen samen van die late night bar. Niet die van ons, maar die van Castaar. Daar is het warm en alle dagen feest. Kan je tekeer gaan? Geen zorgen aan je hoofd, de zon die lacht. De wind